Dus hier horen we het verschil tussen de coach en de wetenschapper. Ja, de coach nee, die zegt: er zit al uit. druk op, ja. ik moet die druk eraf halen. Ja. Maar de wetenschapper gaat nu zeggen: Ja, nou. maar dit is vervelend. Want dit wil je eigenlijk niet weten. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over de dag voor de wedstrijd. Hoe pak je die aan? Eindelijk is het zover. De wedstrijd waar je zo lang naar uitgekeken hebt en met je al je ziel en zaligheid voor hebt getraind, staat voor de deur. Hoe zorg je dat de zenuwen je enthousiasme en vertrouwen niet te veel onderuit halen? En wat kun je de dag voor een wedstrijd het beste wel of juist niet doen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Het is weer vrijdag ja. en het is een bijzondere vrijdag. Het is de dag voor een wedstrijd. Nou ja, het zou de dag ja. voor een wedstrijd zijn. Waar wij niet alleen samen, maar ook uh, Guido Vroemen en een aantal vrienden van de show. allemaal zouden gaan starten in Renkum. Dus daarom is je al meteen uh, bij ons hier vanaf het begin. Guido, goedemorgen. Hey, nee, goedemorgen. goedemorgen. Wat Fijn dat je er bent. De dag voor de wedstrijd, hoe voel je? Ja, ik ben er klaar voor. Ja, <laughs> precies. Alleen uh, hoe mooi had dit uitgepakt uh, waren het niet dat we dus uh, eergisteravond gisteravond te horen kregen dat de wedstrijd in Renkum helaas is afgelast vanwege blauwalg in het water. Uh, ja, dat kan ook gebeuren, zullen we dan maar zeggen. Ja, hoe erg is dat, uh, Guido, als uh, arts blauwalg? Nou, als je daarin gaat zwemmen en je krijgt er uh, wat van binnen en uh... Daar, krijg je, daar kun je in ieder geval heel ziek van worden en heel veel last van krijgen. Nou, dus een, dus het is uh, niet terech... gezond om daarin te zwemmen. Terechte beslissing, dit ja. lijkt me. Ja. Ja, 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 weet je. En zeker omdat het, um, als het nou flink zou gaan regenen en het zou doorspoelen en zo, dan was het allemaal misschien nog wel voor elkaar gekomen. Maar ja, het zit daar er gewoon niet doen. in. Nee. Nee. Nou, we hebben een leuke ja, aflevering te voor de boeg, desalniettemin. Want we gaan eens even kijken of er wetenschap is over wat je wel en niet moet doen voor een wedstrijd. We hebben van de week op onze social media kanalen Twitter en Instagram, zijn we de @slimmerpodcast, podcast, hebben wij een vraag uitgezet. Wat onze luisteraars en volgers eigenlijk uh, absolute do's en don'ts vinden. Veel leuke reacties, zullen we eens even met elkaar doornemen. En we zijn natuurlijk ook benieuwd, uh, Guido, om van jou te horen wat enerzijds jij zelf in het verleden doet of deed. Wat je wellicht vanuit je achtergrond. Arts, ...maar vooral ook vanuit je coachperspectief nog aan tips en tricks uh, voor ons hebt. Maar voordat we uh, beginnen, ik heb het over social media, het slimme podcast op Twitter. Moeten we toch nog even iets ophelderen, want uh, eerder deze week uh, ging Gerben Bakker ons volgen. Hij uh, ging als een malle alle afleveringen terugluisteren, want uh, hij had ons ontdekt. En uh, er moest hem toch een brandende kwestie van het hart. Hij schreef op Twitter, ik heb een prangende <laughs> vraag die echt al maanden aan me vreet. Is het nou Guido of Guido? Jullie spreken het allebei verschillend uit. Maar jullie krijgen ook allebei antwoord. Nou heb ik uh, via de Ed Slimmer podcast op social media al antwoord gegeven aan Gerben. Maar uh, Guido <laughs> of Guido, zullen we het even ophelderen voor al onze luisteraars? Ja, ik had al ook uh, een beetje een voorzetje gegeven waar ik vandaan kom. En dat is Limburg. Dus daar heb je de zachte G al. Dus mijn, mijn lieve ouders hebben mij... Guido genoemd, ah. hè. En ah. um, ja, ik ben op een gegeven moment uit Limburg vertrokken om te gaan studeren in Utrecht. Daar kwam ik ook Jurgen. Jurgen. Nee. Ah, je bedoelt Jurgen? Jurgen. Jurgen, ja, Jurgen. Ja. En dan werd het. Ja, weet je, er zijn er die zeggen gewoon Guido, en er zijn er ook zeggen die zeggen Guido. Ja. Dus ja. Um, ik antwoord op beide, maar nou, misschien is het antwoord wel anders wat de ene krijgt dan de <laughs> Komen we naar vijf seizoenen podcast dan achter? Nou, heel goed. Nou, ik blijf gewoon in het uh, Guido-kamp. Uh, oh ja, ja echt? Dat ja. al lang. Oh, jij graaft je ook gewoon nu in? Tuurlijk. <laughs> ik bedoel, nee, misschien moeten we we doen, uh, Wij, uh, ja. Je moet dat vasthouden, Jurgen. Weet je, dat doe je al... Uh... Daarom. 30 jaar. Dan moet ik gaan nadenken van als ik jou zie van. Oh ja, uh, Guido, hoe is het? Nou, nee, dat is helemaal niks. Nou, dan zet ik vanaf nu uh, Jurgen in. Uh, Jurgen, um, wetenschapsjournalist. Ja. Uh, een, een lekker praktisch onderwerp. We gaan er dus zo ook zien onze reacties van de luisteraars. Heel veel mensen hebben allerlei praktische do's en don'ts. Ik ja. merkte daar ook al wat trouwe luisteraars die nog refereren aan een klein incidentje vorig jaar uh, in Renken. Maar laten we even beginnen bij de wetenschap. Dat is toch wat onze podcast onderscheidt ja, van de andere wetenschap? Podcasts. Nee, er zijn best wel wat van die psychologische studies uh, uh, gedaan. Ik heb laatst het boek gelezen, uh, wil ik toch even noemen. Jens van Leer, die heeft, uh, is ook een, een, een podcastluisteraar. Die heeft ons na de visualisatieaflevering uh, een berichtje gestuurd over uh, ja, nog wat duiding bij die aflevering. Hij uh, bleek een, uh, een boek te hebben geschreven. Hij is uh, sportpsycholoog bij de Lotto Soudalploeg. En dan heb ik eindelijk is dat boek gelezen. Eh, een paar weken terug, bij deze vakantie. Je, je kop tegen je lijf is, heet het. Oh, mooi. Nou, en titel. dan komen eigenlijk allerlei mentaal-psychologische aspecten. voor een sportprestatie naar voren. Waaronder inderdaad, eigenlijk voor de wedstrijd. en hij, uh, hij haalt wat studies aan en zo. Uh, ja, het begint natuurlijk. Uh, de paar dingen die je moet benoemen. wat is überhaupt je doel hè, voor die hele wedstrijd? Afhankelijk van doel. En dan is het natuurlijk, hoe ga je dat inrichten? Hoe kom je tot dat doel? Welke taken leg je jezelf op? Ja, ben je taakgericht? Dat is uiteindelijk, uh, ja, ga, je, ga jij voor een, een hele snelle tijd voor de overwinning? Of ga jij voor verbetering van je PR? Nou, dat zijn nog allemaal verschillende doelen die je ook op een bepaalde manier anders inricht. Ja. En ook de taken die daarbij horen. Ja. Dus daar kunnen we het sowieso over hebben. Wat, uh, wat maar dit we is best wel abstract. Uh, Breng me nou abstract. eens even naar die dag voor die wedstrijd. Routine. Routine inbouwen. Automatisme eigenlijk. Dus vooral, uh, nou ja, in de voorbereiding kun je zo, zo visualiseren of in ieder geval bedenken hoe het die wedstrijddag uh, zal gaan. Ja. Scenario's. Ja. En daarbij hoort ja, of je gaat daadwerkelijk het parcours verkennen, of je gaat vanuit Google Maps kijken. Van, nou, kijk, dan zie je zelf al, al fietsen. Hè? Maar dan moet je ook afvragen: wat als ik een lekker band krijg? Wat ga ik dan doen? Of uh, wat als ik uh, bij het zwemmen al na drie meter een trap in mijn buik krijg? Mm -hmm. uh, ik krijg kramp. Nou, en ik, uh, ik merk dat ik mijn bidon niet gevuld heb. Ja, zou heel stom zijn. Ja, maar dat meenemen. zijn allemaal dingen, de wat-als-vragen. Die moet je eigenlijk van tevoren al doorgelopen hebben en dan een besluit genomen. En, denk je, nou, en dan voel je je eigenlijk een stuk comfortabeler van mocht er dingen natuurlijk anders gaan dan je gehoopt of gedacht had. Nou, en je hebt altijd met verrassingen te maken. Maar je kunt zo gek eigenlijk niet bedenken door het toch eens af te vragen. Van, nou, hoe zou ik, ja, hoe reageer ik erop? En is dan de wetenschap van Jens van Lier dat mensen die dit doen, ja. scenario denken, ja. dat die beter presteren dan ja, mensen dat die toch dat wel... laten? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus dit is een dan, hele eerste, eerste en, belangrijke tip. En alles wat je natuurlijk uh, altijd leest bij, uh, onder andere uh, tegenkomt, is altijd controle, de controlebos, hè? Alles wat jij op een bepaalde manier ja, onder controle hebt... Nou, zorg ervoor dat dat in orde is. Ja. Nou, je hebt je fiets... Uh, Materiaal. Inspecteren. Hebben we het al over. De hele week je aan te poetsen. Ja. Denk na uh, welke voeding je gaat nemen en wanneer. Uh, welke sportdrank. Uh, en al het andere, ja. Maak je daar niet druk over. Nee. Uh, in, in hoeverre als... Ja, goed. Dat, en... En dat is het een beetje. Van, ja, dat hoort denk ik ook wel bij een wedstrijd. Hè, toch een beetje een verrassingselement uh, moet fijn zijn. Kijk, zo'n Femke Bol wordt dan gezegd. Ja, zij kan haar race bij zo'n horde precies uittekenen van tevoren. Zoveel stappen vanaf de start tot de eerste horde. Nou, dan de tweede. Ja, dat is bijna een, een vol automatisme geworden natuurlijk. De hele race. Dat ja. is voor een triathlon al een stuk ingewikkelder om dat vol automatisch te doen. Maar uh, ja, je kan, uh, je kan daar toch wel uh, goed over nadenken. Uh, inclusief, oké, okay, uh, scenario's denken. Maar ook van, uh, ja, nou ja, taken. Uh, in, omdat je anders gaat dwalen hè, met je gedachten. Dus je taak, als mijn taak zou gewoon zijn... Oké, okay, ik, ik ga zwemmen en ik spreek af om de drie slagen aanmaling. Nou, mm. dan kan ik mooi daarop richten. En dan hoef ik helemaal niet alle gekke gedachten... Waar lig ik? Of noem maar op. Als ik dat netjes uitvoer, dan heb ik eigenlijk... Aan mijn taak. Uh, mijn taak volbracht op dat moment. Ja. Ja, we... en je zegt dus eigenlijk. Dag van tevoren. Ga je dit soort dingen. allemaal nog een keer herhalen. Ja. Aanscherpen. Ja. Guido. Uh, in het scenario dat wij zaterdag. wel met elkaar gereisd hadden in Renkum. en jij dus van start zou gaan. in ons allereerste inaugurele. slimmer presteren podcast team. Ja. Uh, ja. Hoe richt jij zo'n dag voor de wedstrijd in? Nou, voor mij. Uh, was er één onderdeel. en dat was de mountainbike. Uh onderdeel. Dus voor mij was het belangrijkste daarvan parcourskennis. Ja, want het is nogal een achtbaan daar, hè? Ja, en het was niet mogelijk om dat um, van tevoren eens te gaan rijden, want het schij, schijnt een stuk privéterrein te zijn waar je niet zomaar altijd op kan. Ja. En um, dus ja, hoe ga je het dan doen? Dan moet je uh, inderdaad Google Maps gaan gebruiken, of Strava, of andere. Kaartsystemen. En dan ga je kijken van waar is het dan en um, hoe ziet het hoogteprofiel eruit? Hoe ziet, uh, hey, wat zijn het voor paden? Nou, dan blijkt dat het niet, het is niet een, een, een single track route zoals ik ze gewend ben um, hier bij mijn omgeving in de Treek of dat je leersum of Amerongen. Um, het zijn bredere bospaden. Met, nou, weet je, dus dat is eigenlijk meer um, op de juiste momenten weten wanneer je moet remmen, maar er zitten niet hele moeilijke stukken in. Nee, Laat het staan is niet langtjes. technisch. Nee. nee, Wij grapten al met elkaar. Uh, je, ik denk dat je een fietsbel op je, bellen, uh, op je mountainbike hebt gemonteerd, of niet? Want je kan er gewoon langs. Ja, die zit er wel op. Maar die heb ik altijd wel erop zitten. Dat is toch wel handig, gewoon zo'n belletje. Ja. Ja. Maar het is wel anders <laughs> vorig jaar was het vrij technisch. Vond jij? Nou. Ja ook technisch. ook technisch. Juist oh, ja. die die singletracks omlaag, dat stukje. Ach je toch uit. Ah. Ik ben niet een hele ja, goede mountainbiker, je... ja, maar Renkum dat... is niet technisch. Ah. <laughs> maar het is ja, anders dit... hè, dan vorig jaar, toch? Het ja. zou anders zijn. Ja, wat dan. ik kon zien waren er vooral bochten uit. Ja, ja. Meer, ik kan meer... ook wat over Jurgen zeggen. Hè? Ja. Ja, dat is nee, waar. dat zegt heel veel over mij, ja. 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 Nee, dus jij zegt parcourskennis is één, dus dag van tevoren nog een keer heel goed dat parcours in je opnemen, dat, Ja, en dan eigenlijk, omdat ik het... ...dan niet van tevoren zou kunnen rijden... ...dan, uh, hey, ik weet wel, het zijn vier rondjes... En natuurlijk wel weten we hoeveel rondjes je moet rijden... Ja, ja. ...belangrijk, hè, dat je daar niet rijdt... ...en dan, kak, moet ik nog één rondje, twee, ja, drie, ja. vier... Ja. ...hoeveel? Ja. Je kunt er graag gaan stoppen, maar die mensen zeggen gewoon... ...nee, je moet die kant op, ja, ja. Jeet, je moet die kant op. Ja, ja. En dus dan was mijn plan eigenlijk... Nou, als, ...dan moet ik dus de eerste ronde gewoon hard rijden... ...maar wel opletten precies van hoe de bochten gaan en zo... ...dan kun je ronde twee, drie en vier... Gewoon ja. hard rijden. Ja, kun je die snelheid uit, uit die bochten ook nog halen. Ja. Ja. ja, en dan kun je gewoon doortrekken. Terwijl je die eerste ronde dan eigenlijk gebruikt... ...voor de parcourskennis in je op te nemen. Ja. Lachen, ik moet denken aan een anekdote. Het wordt een beetje hak op de tak aflevering dit. Hè? Maar uh, voordat ik zo'n duur dik horloge had... ...wat natuurlijk real time ook triathlon mijn afstand weer kon geven... ...kan ik me herinneren, triathlonnetje in Enschede... ...moest je uit mijn hoofd volgens mij vijf rondes. Ook echt best wel veel. Toen dacht ik al, ja, hoog intensief, dat ga ik natuurlijk vergeten. Dus toen had ik een systeem bedacht. met elastiekjes aan mijn stuur. Dat ik dan dacht: moet ik iedere oh ja. ronde een elastiekje naar de andere kant van mijn Ach. buis doen? Dan weet ik in welke ronde ik zit. Oké. Okay. Ja, nou, ik zal je verklappen, dat was te ingewikkeld. Ik heb mezelf ja. daarmee verwacht. Ja. dat ik natuurlijk bij twee en drie. Niet meer door had, ben ik nou van links ja. naar rechts of van rechts naar links aan het werken? En toen werd ik dus uiteindelijk ook het uh, ja, niet goed afgeschat op tijd, uh, ronde te veel. Dus ik, ik stond ach. daar en die jongen die dacht al, die had mij wel gezien: volgens mij moet jij de wissel in. Ik zei nee, ik moet nog een rondje. En toen reek hem voorbij en toen was de weg helemaal leeg. En dacht ik: ach ja. ja een soort telruim, ja. Oftewel, een ja. voorbeeld van een goed van tevoren bedacht plan. Ja. Slecht uitgevoerd. Ja. Ja. Nou, ook gewoon een slecht plan. Want het is niet dummyproof. Tegenwoordig ja, ja, kun je gewoon, natuurlijk, gewoon de afstand pieken op je horloge. Ja. Oh, ja, je had het kunnen oefenen in op een ander ja. parcoursje. Ja. Ja. Of noem ja. maar op. Ja, hè? ja, ja. dat zijn allemaal, maar toch. Ja. Zal, ik, uh, zal ik eens even gluren wat een aantal van onze luisteraars geantwoord hebben op onze vraag. Wat zijn nou absolute do's en don'ts? Uh, op Twitter, slimme podcast, hadden we uh, Annadine Enter, trouwe luisteraar. Die wilde nog even laten blijken dat ze ook de aflevering De Nabeschouwing van Renkem vorig jaar had geluisterd. Die zei. Te ver doorzakken, ja Gerrit, dat kan echt niet. Niet ongestraft in ieder geval. En uh, Dennis Schipper, die reageerde ook, die zei, uh, je bedden goed verschonen. Toen dacht ik even later, ja, is dat nou een do of een don't? Hè? Misschien moet je dat juist wel niet, maar dat was in het geval van uh, Dennis een do. Ja. En dat komt natuurlijk op het onderwerp, goed slapen ja. de nacht van tevoren. En dat is no, zo magisch. Nee. Wat denk jij uh, Guido, dat het over gaat? Nou, goed slapen van de nacht van tevoren, dat valt eigenlijk wel mee. Want soms maken mensen zich heel druk dat ze de nacht van tevoren, oh man, voor slecht geslapen. En dat soort dingen krijg je dan al excuses. Die nacht is eigenlijk niet zo super belangrijk. Als je daarvoor de dagen of de nachten goed geslapen hebt, is, zijn die veel belangrijker dan de, de nacht ervoor zelf. Ben je eens? Maar hm, nu voilà. hebben ze alle studies op een rij gezet. Allemaal? Alle studies die er zijn. En blijkt toch ook de een slechte nacht voor de wedstrijd, los ook van alles daarvoor, geeft een lichte prestatiedaling. Het is niet heel veel, maar het is om, uh... Dus hier horen we het verschil tussen de coach en de wetenschapper. Ja, de coach nee, die zegt: er zit al druk uit. op. Ik ja. moet die druk eraf halen. Ja. Maar de wetenschapper gaat nu zeggen: Ja, nou. maar dit is vervelend. Want dit wil je eigenlijk niet weten. Nou, stop dus een, maar met luisteren. Uh, een Australisch overzichtartikel: Die hebben 69 studies naar uh, slaap uh, bij uh, sport, sportprestaties bekeken. En dan uh, een slaaptekort is minder dan zes uur geslapen. En dat zijn dan studies geweest waarbij ze mensen bewust. Minder dan zes uur, zeg je? Ja. Is echt een belabberd nachtje. Nou, en dan gaat het dus. Nou, hoe zijn die studies uitgevoerd? Hebben ze mensen bewust lang wakker gehouden de avond van tevoren? Of ze hebben ze af en toe tijdens de nacht wakker gemaakt? Hè? Dat is ook helemaal niet fijn. Of juist <laughs> ochtends vroeg wakker gemaakt? Mm -hmm. Nou, wat je vaak ziet bij hele beetje... triathlons, toch? Die, die starten belachelijk vroeg. Ja, en Zoals dat zijn een beetje dus... Uh, ja, de, en dan gekeken, wat doet dat op de sportprestatie? Nou. En dan heb je dus de ene groep die op die manier behandeld is. Of misschien is het wel... Uh, ja, een keer van tevoren mochten ze wel doorslapen, noem maar op. Nou, dan heb je juist het duurvermogen wordt ook minder. Nou, minder vermogen wordt dan getrapt in een fietstest. Uh, of ze houden minder lang vol in zo'n uitputtingstest. Voor de kracht alleen, als je puur naar kracht krijgt, maakt niets niet veel uit. Uh, anaerobe prestaties, dus de explosieve prestaties, die worden ook minder. Maar vooral in de middag. Hoeveel minder? Nou, daar komt ie Ja, dat is een goede vraag, Gerrit. Ja, Man. Ik heb hier geleerd dat je af en toe ja. de orde grootte van dingen even moet uh, duiden. En dan heb ik al, want er moet een flinke nuance. Want juist als je kijkt uh, wanneer je die test dan uitvoert, s ochtends of s middags, dan merk je dat, juist s middags. Uh, ...er een effect van het slaaptekort te zien is. Sochtens valt dat reuze mee of is het er nog niet. Um, en het gaat om... Let wel. Gemiddeld presteren sporters 0,4% slechter per ah. uur... ...dat ze wakker zijn na acuut slaaptekort. Dus ja, ga maar na. In, in Renkum zouden we half negen of negen uur starten. Ja. Nou, stel dat je om zes uur wakker wordt... Ja. dan drie... Ligt er dus aan hoe laat je jezelf in, plaats... in bed gaat, hè? Ja, ja en ja, ja. in plaats van normaal 8 uur, je zou toch al wakker worden. Nou ja, dan zou het misschien uh, 1,2% max, Kunne... max kunnen Kunne schelen. schelen. Ja. Dus, uh... Kortom, een mooi gevalletje uh, laboratoriumwetenschap. Ja. We ja. hebben dit heel netjes uitgerekend, we hebben dit gekwantificeerd. Maar nu terug naar de coach, Guido. Ja. Uh, kunnen we blijven bij jouw advies? Nou, beste atleet, ik snap dat jij je zorgen maakt, maar die laatste nacht is niet zo enorm belangrijk. Nee hoor, gewoon geruststellen: zeggen dat dat het verschil <laughs> zeker niet ja. gaat maken. Focus je hebt. En... Ja, maanden hiervoor getraind. Je bent goed voorbereid. Dat ene nachtje gaat jou niet uit jouw balans halen. En je gaat gewoon goed presteren vandaag. En dat je tegenstanders hebben hier ook last van, denk ik. Ja, toch. Nee, dat Leer. is het zo. En ik kan me ja. voorstellen dat de mentale oppepper. van je niet ongerust maken over een paar uur gemiste ja, slaap. Zeker. een groter effect ja. heeft dan 1,2%. Ja. En Je kunt altijd, als je in het startvak staat. altijd naar je tegenstanders kijken en dan zeggen. je slapen? <laughs> ik heb een, een podcast gehoord. Ja. Ja, waarin Jurgen alle studies ja. over slaap op een rij heeft gezet. Dit gaat jouw procenten schelen, jongen. <laughs> Dan, dan verzin je gewoon dat het 2% per uur ja, is of gewoon 2% marginal gains. Ja. Oké, okay, dus slaap eigenlijk uh, de, de tips, hè, want we zijn do's en don'ts aan het verzamelen. Ik hoor jou duidelijk zeggen, Guido, en dat, die ervaring deel ik zelf ook wel. Die twee, drie nachten voor de laatste nacht, zijn eigenlijk veel belangrijker dan die allerlaatste nacht. Ja, want vaak als het, zeker als het een hele grote lange wedstrijd betreft, dan ben je daar nog echt wel in je hoofd. Um, mee bezig en druk mee. Dus dan slaap je gewoon minder... Um, minder diep, minder lang. Ja. En um, je bent gewoon nog dingen aan het verwerken... en mee bezig in je hoofd. Dus ja. dan is het slaap... En je bent ook vaak nog, zeker wat je net zei... Zo'n hele triathlon die moet heel vroeg beginnen. Ja. Dus nog vroeger opstaan... dan ja. ben je ook altijd bezig van... oh, moet me niet verslapen. Ja, oh. is, is het al zo laat? Nee, oh nee, ja. nog niet. Oh, één uur. Oh, geluk. ik kan nog even blijven liggen. Twee uur. En zo gaat het dan maar door. Ja, ja. kortom, en dan zegt Dennis Schipper dus: als je dat dan maar lekker met gewoon beddengoed doet. Um, laten we eens even <laughs> kijken. Op Instagram, uh, wat is jouw absolute do-of-don't-tip de dag voor de wedstrijd? Nou, we hebben echt veel reacties hoor. Ik split het even op: in een aantal bloemlezingen. Even kijken hoe ik dat zelf nu ook even goed voor mijn neus kan krijgen. Dat doe ik zo. Zo. Ja. Oh. Nou, dan hebben we Jury Veenstra. Die uh, refereert ook aan op tijd naar bed en geen alcohol drinken. Nou, dankjewel. Uh, Michiel VDB die schrijft: don't experiment. En dat hebben we natuurlijk vaker hier in de podcast gehoord. Ook mijn uh, marathon vorig jaar en najaar. Geen experimenten vlak voor de dag voor de wedstrijd. Lotte Koopmans, we kennen er wel, ja, uh, reageert ook. En die zegt ook: goed drinken. Maar dat bedoel ze, geen feestjes, ja. jongens. En ze geeft daar nog een dikke knipoog op. Ook Nelleke schrijft: geen alcohol de dag van tevoren. Um, dat zit allemaal een beetje in, het eerste, in datzelfde ding. Ivo Havert schrijft dat ook: geen alcohol drinken. Uh, dat is een don't voor alle duidelijkheid. Daarna hebben ze dus allemaal dit wel ervaren en negatief ervaren, anders komen ze er niet op. Ja, ja dat zal niet allemaal een referentie zijn naar mijn aflevering nee. over Renkamp vorig jaar, wou je zeggen. Bovendien, ik wil toch even hier onder record gezegd hebben: ik heb de dag van tevoren <laughs> nee. niet gedronken. Ik had twee dagen daarvoor gedronken, maar ik ben inmiddels zo oud dat ik daar meerdere dagen last van heb. Maar, um, nou ja, oké. Okay. Dus dat, uh, dat is duidelijk. Wat, um, dit is een thema, dus dat drinken. Um, wat ook een thema is, sluit een beetje aan wat jij zegt, uh, uh, Jurgen, over routines. Een aantal mensen, ik noem wat namen, die zeggen, uh, Joke van de Ploeg schrijft, alles klaarleggen, het lijstje maken in je telefoon met wat je allemaal moet doen en je spullen. Um, dan staat daar ook, uh, ja, Mariska Rent schrijft dat ook, kleding klaarleggen, alvast inpakken. Um, van niks na een halve schrijft... nog niks veranderen. Life of Ferry schrijft ook. Zorgen dat al mijn spulletjes al klaar liggen. Je ziet vaak, zowel bij triatleten. of bij mijn marathon. Uh, zie je dat ook hè? De, hoe, hoe heet het nou? De, de, man, de man naast het bed of zo. Dat ja. je zo, zeg maar, al ah, je ja. spullen die in je tas leggen. zo dat langs elkaar had, zegt. Ja. Ja. En dan is hier een tip. Maak er ook even een foto van. Dat is handig voor de volgende keer. Dan weet je gelijk ja. aan wat je bij je had. Nou, ik zit wel. Uh, ik, ik had het weer niet goed dit jaar met mijn fiets. Wat dan? Nou ja, ik weet nog, vorig jaar dacht ik van, toen kwam jij, toen had jij je fiets van Helemaal laten servicen, ja, ja. <laughs> ja. Dat was drie en, maanden liever En ingestoken. dat scheelde enorm, had ik het idee, in ieder geval mentaal. In ieder geval mentaal, ja. Dus één ding wat ik, nou ik heb meerdere dingen van vorig jaar onthouden, maar één ding was, ah, nu ga ik op tijd, is die fietsen laten wegbrengen. Kijk, ik, eh, nogmaals, Guido had het, had het al door, ik ben niet zo'n mountainbiker. <laughs> ja, wat ben ik dan wel? Behalve, ik ben eigenlijk, ik ben eigenlijk je niks, hè. Ik lul, ik lul over. Hey, van even een tussendoorvraag. Ja? Heb je überhaupt wel op de fiets gezeten. in voorbereiding op deze wedstrijd? Uh, nou ja, daar begint het al. Mijn laatste keer dat ik gemargeld had. was er ergens in, in, in maart, denk ik, in de winter. <laughs> ja, okay, en daarna begint, het, volgende wielen. vraag. Daarna begint volgende het wielenseizoen. Daarna begint het wielenseizoen. Heb je naar het parcours gekeken? Dat weet je. Weet je welk bandentype en welke bandendruk je nodig had? Uh, kijk, nee, want bandentyp. <laughs> ik heb maar één soort band, dat is één. Oh. En, uh, <laughs> en de druk die staat bij mij redelijk standaard in oh. mijn banden. En die is niet te hard, niet te zacht. Oh. Ergens, er staat op de zijkant van die banden en dan neem ik het middelste daarvan. Zo'n zo mountainbiker okay. ben ik. Uh, ja, niet dus. Nee, en nou goed, dus een maand van tevoren bedacht ik: ah, ik ga mijn fiets wegbrengen. Maar die heb ik dan bij zo'n uh, zo, ja, zo zo fietsen verkoper, zo'n uh, zo grote fietsenwinkel. Die, uh, ja? En dan moet je online aanmelden. En alles was gewoon doorgekruist tot vanochtend. <laughs> ja, ik denk, ga ik hem nou vanochtend nog wegbrengen? En dan moest je hem dan voor tien uur brengen. Ik denk, ja, dan krijg je alle shit. Van ja, je hebt een nieuwe ketting, heb ik sowieso nodig. Je hebt een nieuwe pion ja. nodig, Hebben heb we ik niet sowieso op voorraad, nodig. Dat is over drie weken nou, binnen. Uh, jouw uh, jouw remschijven, daar moet ook uh, de blokjes vervangen sowieso. En uh, dat moet weer gevuld worden. Ik denk, nee, ik doe dat maar niet. Maar godzijdank ben ik vorige week één keer gaan fietsen. En het liep. Hij, hij reed lekker. Dus ja. toen dacht ik niks meer aan doen. Die heb je is je wel gepoetst. Die is niet veel meer. Kent die even ontvet? Jazeker, daar heb ik een heel goed uh, spulletje voor uh, van uh, onze <laughs> zo oud, oud sponsor. Uh, zo, nee, ja, maar toen dacht ik, daar gaat bij mij ook een knop om. Ah, daar valt dus niks te halen. Heb je niet goed gedaan, Jurgen. Maar daarmee ook van, ah, daar hoef je ook helemaal geen aspiraties te maken richting een betere tijd dan vorig jaar of noem maar op. Uh, nou, ja, nee, ja, maar die, idee, tijd, doel. die tijd heb ik al lang uh, achter me. Ja. Maar het was een beetje, ja, een beetje onhandig. Dat, zoiets moet je dus al in je telefoon zetten. A, ah, dan ga je uh, voor de, je fiets laten checken. En ten tweede, uh, plan wat momenten in om te trainen. Ja, ik ja, ben één keer gaan fietsen. Ik wilde, twee, basis, uh, ik wilde jorgen. twee of drie keer, maar toen kreeg ik last van mijn knie. Oh ja. ja, dan oh denk oh ik ook: moet ik ja, dan geforceerd nog nou, een keer? Ja, terug ja, terug allemaal naar in Guido. Dingen. Guido, ja, doe maar. jij zegt, is... <laughs> de dit dag van tevoren hebben we het over, hè? we hebben het niet over hoe, hoe moet je trainen voor een wedstrijd, uh, maar de dag van tevoren. Jij zegt, heb je het parcours gekeken en de bandenkeuze en uh, luchtdruk? Laten we maar toch even experiment renkem nemen. Wat, uh, wat ging jij doen qua banden en luchtdruk? Ja, lage nopjes. Lage ja, nopjes? Relik... Ja, 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 ja. Er is... het is daar hè, niet modderig. Nee? Uh, meer zanderig. Dus je moet uh, uh, niet te veel ingraven met van die dikke Ja. Bandenspanning niet te hoog. Uh, 1.5, maar... 1.6 bar. Ja, dat nou waardig. lekker. Zat ik ook aan te denken, 1.5. Maar uh, je hebt wel dat aanrijstuk en dat terugrijstuk in totaal zo'n 3,5 ja, kilometer. Dan dat van... moet je gewoon doorrammen. Ja, ja. En dan moet je ook wel even letten als je een scherpe bocht op het asfalt hebt Met een lage bandenspanning, doe dat niet gewoon met 30, 35 per uur, want dan lig je meteen viet, onderuit. Aha, maar jij zou niet omdat... Kijk, want ik zat daar ook over na te denken van de week en ik dacht, nou, aanrijstuk, afrijstuk, best wel veel lange rechte bospaden. Misschien zet ik hem wel net ietsje harder, maar ja, vanwege ja, het mul ja. dan niet doen of zo. Ja, dat is de afweging. Dat, dat is, daarvoor moet je het parcours echt verkend hebben. En dan denk je, ja, er zitten toch wel heel veel mullenstukken in. Ja, ja. Dan kies ik voor wat zachter. En dan denk ik, ma, valt eigenlijk allemaal mee. Dan moet je hem gewoon wat harder zetten. Um, ik ja. zou hard, hard beginnen en dan eventueel een beetje eruit laten. <laughs> nee, ik zou inderdaad, ik zou bij ja, Jurgen ja. gewoon adviseren zes barmen. Ja. Nee, nee, maar, maar uh, nog, dat nee, dat nee, ik heb nog wel. één vraag over de banden. Uh, nieuwe banden, dag voor de wedstrijd. <laughs> Ja, dat, als, je die, als je Jurgen bent wel, want die heeft waarschijnlijk banden erop liggen van drie ja. jaar geleden. Nee, maar serieus en, vraag. Ik heb het namelijk wel eens iemand horen zeggen: dat moet je niet ja. doen, want je moet banden een beetje inrijden. Nee, nee, nee. nee kijk, daar heb je natuurlijk bij mountainbiken, dat is afhankelijk van het parcours. Hè. Daar ja. moet je gewoon kiezen van waar heb je de beste grip mee, want dat is het belangrijkste. Als je gewoon een racefiets of ja. uh, gewoon een wegwedstrijd hebt, ja. En je hebt gewoon trainingsbanden er nog op zitten waarvan je niet zeker weet van, nou, um, zijn ze nog wel goed genoeg, om alle uh, risico's op lek te voorkomen, gewoon nieuwe banden erop zetten en eventjes nog één keertje, een uurtje er mee gaan rijden, dan weet je, dan is het goed. Oh ja, dat is goed. Okay, ik ben benieuwd, hoeveel verschillende banden heb jij voor je mountainbike, Guido? <laughs> <laughs> uh, hoeveel mountainbikes heb jij? Laten we daarmee beginnen. Nou, twee. Oh, ja alsof het niks is. Maar hoeveel Band verschillende banden? Uh... Nou, ik heb eigenlijk uh, uh, een uh, dan zou je drie, want je hebt eentje zonder uh, profiel, Strandband, dan heb je goed. meer strandbanden. Ja. Uh, met heel weinig profiel, een beetje all, nou ja, all-terrein. Dan heb je, als het zoals het nu is, vrij droog. Nou ja, je hebt veel zanderige stukken. Dan kun je eigenlijk op heel veel plekken gewoon doorrijden en makkelijk ook. En en dan eigenlijk ook nog een band voor als het heel slecht is. Dat je gewoon echt veel grip nodig hebt. Want anders rij je ja. en dan, dan heb je gewoon geen grip meer. Tractorbanden en dan je dus. Bon. Uh, die tractorbanden. tractorbanden. Dat is eigenlijk een soort Formule 1, hè? Ja, ja de drieën. bandenwissel. Ja, wij zijn al eerder tegen elkaar, misschien moet maar eens een afleveringetje wijden aan uh, ja. alles wat er te verzeggen valt over banden. Want het is, het is ook een hoop technische termen. Rolweerstand, ja. materiaalkeuzes, lek. Nou, even een ander onderwerp. Ja. Um, Even nog bij die fiets blijven. Of het nou de mountainbike, de racefiets. of de tijdritfiets is voor een triathlon. Uh, dag van tevoren nog poetsen, ketting ontvetten, invetten. goed ritueel Kijk, of eigenlijk eerder? Poetsen doen? is natuurlijk wel lekker voor je eigen uh, imago. He, dat je daar staat met een, een mooi, nette, gepoetste fiets. dat, dat voelt gewoon goed. Um, hij gaat dan, ja, weet je, als hij heel slecht eruit zet, gaat hij natuurlijk ook wel harder. als je alles een beetje soepel hebt gemaakt en, en de ketting. Uh, nieuwe olie die weer opgedroogd. Um, maar het belangrijkste is eigenlijk dat je ervoor hebt gezorgd dat alles goed functioneert en dat je niet erachter komt van, oeh, die rem loopt aan ja, ja. of uh, die schakelt niet goed. Um, ja, je moet geen materiaal pech krijgen doordat je zelf het niet hebt uh, nagekeken de dag van tevoren. Ja, Ik krijg niet. altijd, weet je, doe de dag van tevoren gewoon even nog even korte materiaalcheck dat alles goed werkt dat het schakelen goed werkt dat de banden gewoon goed zijn ketting gewoon loopt goed verder geen rare geluiden eraan ja. dat is het belangrijkste en ik moet zeggen ik vind dat ook altijd inderdaad wel een soort lekker mentaal ritueel om erin te komen He? die fietskeer ja. keer even helemaal poetsen en denk oh ja dit is het beestje ja, je moet dat het, het samen doen, doen hè ja, ja, precies. maar ik vind wel het wordt steeds uh, door die schijfremmen wordt ja. het allemaal wat ingewikkelder ik vond vroeger kon ik wel, had ik meer. Uh, had ik ja. het idee dat ik veel meer zelf kon. Ja, ja. Uh, dan tegenwoordig. Het wordt allemaal een beetje. Uh, je weet gewoon tip gemaakt. hè. Als je wiel eruit is, mag je niet in je rem knijpen. Hè? Ja. Bijvoorbeeld. Ja. ja, precies. Ja. Ook dan, weet je, als je dat gedaan hebt, dan, je moet gewoon een oude platte schroevendraaier bij je hebben. Want als je, <laughs> Dan kun je gewoon die schroevendraaier ertussen doen. En dan duur je die remcilinders wel weer. Naar oh, buiten toe. En daar heb je ook tegenwoordig ook wel toeltjes voor. Dus ja. dan kun je gewoon even ertussen stoppen. En dan uh, gebeurt je dat niet. Hmm. Goed een plasticje. Ja, veel filmpjes op YouTube tegenwoordig. Maar eigenlijk zou iedereen een cursus vind ik fietsenmaker een beetje moeten volgen. Leuk. Ja, basisdingen ja. moet je wel kunnen. Ja, ah, dit vind ik zit kom. toch uh, heel YouTube staat vol toch met ja. de, hoe heet ja. die fietsenmaker die je overal ziet die al die filmpjes heeft gemaakt de vloggende fietsenmaker. De, de, de vloggende. Ja. Nee, nee, nee. Ik weet oh, niet? Ik, zijn naam <laughs> ontschiet me, maar uh, die, die, heeft, die kom je overal tegen. Kan je meen? Ja, dat heet hij. Nee, 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 nee. Um, Ik pak nog eens even een paar luisteraarsreacties, want er zit wel iets van them thematiek in. Uh, Joep Ooms die schrijft nog uh, spaghetti eten, nog een bord pakken en alles klaarleggen voor de race. Klaarleggen, dat komt hij alweer. Maar uh, ik heb nog iemand die zegt over veel eten. Even kijken waar is dat. Oh ja. Wim Ophof die schreef: don't pittig eten. Toen schreef ik nog, nou Wim, heb je daar ervaring mee? Ja, helaas wel. Moet je niet doen. Um, maar dan kom ik op het uh, dilemma vezels eten. We hadden namelijk uh, Leendert Guit. Die schrijft, ja. niet te veel vezels eten de dag voor de race. Met ja. een poep-icoontje. Maar dan hebben we Wesley Mols en die zegt, gewoon eten. Ja, vezels. <laughs> En bewegen, extra laag en ziek. Bewegen wil ik zo opkomen. Ja, ja. Maar even over het ja, ja, vezelthema, want daar heb ik zelf ja, ook nog wel uh, een ritueel mee. Ja, 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 zeg jij Guido. Ja, daar kun je wel, kun je, kun je wel winst mee halen. Ah, vertel. Vezelzorgen zijn natuurlijk heel belangrijk voor de uh, beweging van je darmen, hè, de peristaltiek. Um, maar... Als je, heel veel, als je vezelrijk eet, en je, dan kun je daar in je normale dagelijkse ritme met trainen, eh, prima rekening mee houden. Want ja, je kunt eh, op momenten dat het nodig is, kun je naar de wc meestal. En eh, dat zit meestal wel in het ritme ingebouwd. Als je een lange wedstrijd hebt, dan heb je eigenlijk niet, wil je eigenlijk niet dat je daardoor in die wedstrijd nog eh, naar de wc moet om te gaan poepen. Dus dat wil je eigenlijk niet. Dus dan kun je eigenlijk ervoor zorgen dat je de laatste twee, drie dagen gewoon ervoor zorgt dat je heel weinig vezels gaat eten. Jij zegt zelfs twee, drie dagen. Ja, dat heb je niet binnen Als je één dagje niet vezelrijk eet, dan binnen is niet alles al eruit. Oh. Ja, I, I learned this one the hard way. Uh, mensen die mij ja. al wat langer volgen op YouTube, uh, mijn eerste marathon in Rotterdam werd onderbroken door een kleine escapade in het uh, Kralingse Bos. En toen sprak ik later Peter Res, voedingsdeskundige, ja. onder andere bij Ajax. En die legde ik ervoor en die zei dit ook. Ja, stop maar met vezels, want ja. dan zijn je darmen leeg. Maar dat moet je dus op tijd doen. Ja, eerder dan een dag En van het voordeel wat je dan ook nog hebt. Die vezels, die je, als je dat niet meer stopt, die blijven dan gewoon als darmvulling. En die houden ook vocht vast, omdat ze daar, he, dan raken ze wat, nemen ze wat meer volume in beslag. Alles bij elkaar gewicht. is dat gewicht. Ja. Ja, weet je, dat is gewoon 1, 2 kilo extra gewicht. Gewoon een kilo je die je die hele ja. marathon meeloopt sjouwen. Moet je gewoon niet hebben. Zonde. Dat, ja, dat heeft niet zo heel veel zin, nee. Nee, nee. Maar dan moet je wel ervoor zorgen dat je dus die twee, drie dagen ervoor dat wel kwijtraakt. Hey, en heel praktisch. Ik schakel dan over van bruinboot naar witte bolletjes. Uh, die spaghetti uh, die, uh, die Joep al schreef, die, die doe e ik dan volkoren. niet volkoren. Ja. Ik probeer een beetje bij de groentes weg te blijven. Heb je nog andere praktische tips om uh, vezels te elimineren? Want ja, bananen. Hè? Aan de ene kant is natuurlijk bananen stapelen goed gebruikt. Maar ja, bananen is ook vezelrijk. Veel drinken moet je in ieder geval wel. Ah. Want dat voert het ook goed af. Ja. En toch pittig eten. <laughs> <Ja? Nee? lacht> toch pittig eten. Nee. Ik schreef nog even naar Wesley van... Uh, goh, interessant dat je dat zegt over die Wesley. Waarom dan? En hij schreef... Ja, ik zie allemaal <laughs> mensen weg van de vezels. Omdat ze ja. dan willen, uh, nou ja, wat, wat was het motief? In ieder geval, hij had niet dit motief over het verliezen van het gewicht wat je mee moet sjouwen. Uh, hij had het over gezondheid. Dus ik denk hopelijk Wesley, als je dit hoort, ja, dat ja. je denkt, oh ja, dat is nog wel een aangemaakt. Maar weet je, dat, dat doe je voor de wedstrijd. En als je klaar bent met die wedstrijd, moet je gewoon weer lekker vezels gaan. E ja, juist hè. Ja, precies. Ja, precies. precies gewoon precies. vijf appels per dag. Precies. Ja. Hey, uh, magnesium slikken, was ik, uh, omdat ik ze nog had likken, uh, liggen, was ik daar uh, gisteren uh, woensdag uh, al uh, mee begonnen. ben ik ook maar weer mee gestopt. Uh, doe of don't? Uh, dat ligt eraan of je het nodig had. Ja, weet ik veel. Oeh, oeh. Ik denk ja, wel, ik, je ik, uh, doet nog wat. Ja, ja ik, heb ik doe nog wat. Bij die marathon heb ik heb dat ik gedaan, uh, omdat je dat dan op internet leest. En uh, ja, baten niet schaadt dus schaten niet, denk ik inmiddels. Maar ik heb geen kramp gehad, ik had geen spierpijn. Ja, yeah. Nou ja, ja. Nee, dan heb je daar wel geluk mee. <laughs> ja, dit is niet echt hoe de slimme Presteren podcast over onderwerpen praat natuurlijk. Daar nee, je maar je kunt mee. het toch overleggen met je trainer, coach of heb je die niet? Ja, daar zit ik mee aan de lijn. Guido? Ja, maar ik heb niks, ik heb niks gehoord van die ja. vraag over, nee. moet, moet ik magnesium nemen? Bij deze, want volgende week is er weer een wedstrijd. gaan we naar de Keistad in Amersfoort. O, deed je? Magnesium pakken of niet? Ja, dan gaan we, dan gaan we echt goed prepareren die, die week. En dan zorgen we dat je alles erin hebt wat je nodig hebt. Nou, en zit daar dan magnesium bij of niet? Ja, alles. Ja, wat ja. nog meer? Dan? Onder andere magnesium, um, dan doen we dan nog, nog een hele hoop andere elektrolyten: calcium, natrium, chloride, noem het allemaal waarom? Dat je daar in ieder geval niet tekort aan hebt. Ja, maar, maar je, je kunt je... ook gewoon uh, bouillon eten. Ja, moeten we niet gewoon even een bloedmonstertje nemen bij hem? Hè? Of moet ja, hij even. Kun je dat... Zo'n de urine, urine naar je opsturen? Hey, maar even, je, je zit nu een beetje te geilen ja. met elkaar, dat is ook leuk. Maar ik wil toch even het serieuze antwoord. Is okay. het nou zinvol of onzin om drie dagen van tevoren magnesiumpillen te slikken? Onzin. Oh. Volgens de wetenschap is het onzin. Maar sommige mensen waarvan ik denk, nou weet je, die, die doen dat op die manier. En die zweren daarbij dat ze dan geen kramp krijgen. Ja, dan hoef ik niet te zeggen dat het onzin is. Nee, Want het nee, werkt nee. voor hun, hè, wat, ook al is het placebo-effect, hebben, hebben we ook natuurlijk zat ja. over verteld. Ja. Dus dan is het geen onzin? Nee. Maar dan misschien dus moet je in een magnesiumbad gaan liggen. <laughs> ja, ja, nee, oké. Okay. Maar vandaar dus de lacherige toon. Uh, wetenschappelijk gezien onzin. Maar als het voor, bij jou bij de rituelen hoort, dan moet je ja. het vooral niet laten. Maar ja. wat het gewoon bij rituelen jou. Rituelen zijn belangrijk, ja. hè? Ja, ja. rituelen zijn heel belangrijk. Maar dat is het dus. Zolang het één pilletje is, magnesium is het overzien. Maar straks, stel dat jij ja. tien pilletjes met verschillen. en erachter komt de shit, ik mis pilletje acht. Die is op oh -oh. en ik ben te laat om te kopen, je raakt in paniek. Kijk, dat ja, ja. wil je een beetje vermijden, mij. raakt zo Dat is wanneer het ritueel tegen je keer. Ja. Ja, ja. Dus ja. rituelen, ja. prima, maar maak ze niet te complex en ingewikkeld. En, uh... Dus dit is eigenlijk nee, vergelijkbaar met... Nee, dit... we alleen nog maar bezig met rituelen ja. dan, hè. Ja. En dat ja. je, dan je er dan helemaal een uit de andere en je de godganse dag bezig. Dus wij doen dan, hier nu hetzelfde heb je met je de, de magnesiumpil als we deden met die laatste nacht slaap. Wetenschappelijk gezien is hij... Niet relevant. Als ja. het voor jou een ritueel is, moet je het vooral doen. Maar mocht je, eh, mocht je ze niet in huis hebben, raak er niet van in paniek, want je kan er gewoon mee door doorpresteren. Uh, ja, Kom ik um, nog bij een ander onderwerp, wat een beetje door de luisteraarsreacties heen zat. Kijken of ik nog wat namen kan droppen. Um, namelijk bijvoorbeeld M Schermers, die schrijft 5 kilometer loslopen met vier keer 30 seconden sprints op race tempo. Uh, Nien Sleut, Nienke is dat, die schrijft nog. Don't helemaal stilzitten. In beweging blijven en je benen loshouden. Kijk, er zit er nou nog een over. Uh, ja, Joke van de Ploeg schreef natuurlijk ook al: losfietsen. Robert Sonke schrijft ook: uurtje losrijden op hoge RPM. Voor mij is dat 110, 120. Uh, en dan hebben we denk ik de meeste allemaal wel gehad. Ja, uh, Guido, als coach ja. of als toptrainer: uh, wat is nou goed aan beweegprogramma die dag voor de wedstrijd? Uh, als maar niet te veel is. Okay. Eigenlijk, uh, je, kunt, je kunt nooit te weinig doen, je kunt wel te veel doen. Aha. Dus... Dat is een hele uitje, dat is een hele simpele. Je, je moet, als je die dag ervoor nog veel wil doen, dan, dan heeft dat totaal geen positief effect op de wedstrijd zelf. Nee, nee. Want die nee. training heb je al gedaan. Ja. En je moet zorgen dat je volledig. Fris en opgeladen aan de start komt. En dan moet je niet de dag ervoor nog veel gaan doen. Een beetje, zeg maar, een beetje bewegen. En dan heb je het over 10, 20 minuutjes rustig misschien uh, een beetje rennen. En 20, 30 minuutjes een beetje rustig fietsen. Of uh, uh, 20 minuutjes zwemmen. That's it. Weet je, het is bewegen. En voor de rest zorg je dat je je koest houdt. En dat je batterij opgeladen is. Hé, hey, en die uh, 30 seconden sprints waar ik hier over lees? Of dat even fietsen op hoge APM? Ik... Ja. Weet die 30 seconden sprint is eigenlijk om een beetje te voelen hoe sta je ervoor. Hè? Dat is wat, uh, wat, wat, wat sommige, als je voor een sprintwedstrijd staat, dan ga je wat harde uh, wat sprongen maken om een beetje tonus te kweken. Ja. Um, de, tonus in te de... kweken, zeg jij? Wat is dat? Spanning, spierspanning. spierspanning. Ja. ja. De benen op spanning brengen. Ja, dat is ja, ja, vaker dat, gehoord. Dat is dan wat wielrennen ja, ja, weet vaak je, Als over je die hebben. 30 seconden ja. sprint doet, dan voel je wel, als je dat na 20 seconden denkt, het blokkeert nu al. Hè, dat is helemaal niet goed. Nou, dan heb je een probleem, want dat ga je ook niet meer in die dag zorgen ja. dat dat helemaal hersteld is en wel weer fris aanvoelt de dag daarna. Ja. Dus dan heb je gewoon te veel gedaan. Maar ja. het is meer waarschijnlijk dit soort dingen dat je dat doet, omdat je. Um, nou ja, ervoor er zorgen dat je hoofd rustig wordt en dat je vestiging krijgt dat je er goed voor staat. Ja, dat is het meer volgens mij. Voelen de benen goed? Dan ja, nou, heerlijk. Ja, nou ja, ja maar die tonus, Ik heb ook namelijk wel eens iemand mij het advies uh, uh, laten geven. Die zei: massages, ja, dat is een dikke doont hè, in de laatste dagen voor een wedstrijd. Juist vanwege dit wat jij zegt: je moet spanning klaar op je spieren hebben. Ja. Die, die massage, zeg maar, dat is met name herstelmassage. Die zorgt ja. ervoor dat er minder toon komt. Ja. He, dus dan kun je uitrusten. Ja, dat, hoeft, dat is niet nodig de dag voor de wedstrijd. Nee, dat klopt. Helder. Dus dat is een don't. Precies. Ja, nou, zo verzamelen we toch uh, aardig uh, wat tips en twintig met Ja, vroeger, uh, vroeger, de wielrenners die zeiden altijd: van thuis zat, moesten met de benen omhoog. En uh, waren ze eens een keer thuis, dan moest moeder-vrouw nog steeds alles doen. Dat is een beetje al achterhaald, volgens mij. Hè? Dat wielrenners ook wel doorhebben. Dat je helemaal niet tijdens uh, of een dag voor een wedstrijd of na de race per se met je benen omhoog moet gaan zitten. En vooral niet gaan wandelen en zo. Dat was dan ook uit de boze Of hardlopen. Dat is echt oude uh, inzichten, volgens mij, Guido. Klopt dat? Ja, 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 ja. ja zeker dat, niet, dat hardlopen, dat is sowieso al. Uh... Dat veel, kijk naar Roglic Die loopt ja. uh, bijna elke dag volgens mij eventjes 20, 30 minuutjes gewoon hard. Puur omdat hij dat prettig vindt en lekker vindt. En ik denk dat het ook heel gezond is voor hem. Ja. Maar ja, wielreiners over dat massage. Die worden natuurlijk wel in de meerdaagse elke dag gemasseerd. Maar dat is wel een ander type massage. Ja, 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 dan, ja exact. Hè? Ik heb nu echt okay. over, hè, ja. ik heb wekenlang hard getraind. En dan nu zit ik ja. in die taperweek, nou, ja, ja. Weet je wat? Lekker massagetje ja. erover. Misschien moet je maar een ja. aflevering gaan we nog een keer over massage doen. Ik heb er nog één, uh, tenminste, een, een anekdote die ik wel heb gehoord. Uh, stel je gaat een leuke marathon in het buitenland doen. Hè? Dan reis je daar al naartoe hmm. en dan kom je aan in die nieuwe stad. En dan ga je eens even kijken oh ja. waar de oh, oh ja, ja, opgehaald moet worden en waar ja. de finish is. Ik en nog even naar het hotel, en, en nog even naar het park, meekikken. en nog ja. even. Hè? Ik voel hem al. Ja, wat is ons advies daar, dag voor de wedstrijd? Nou, je hebt altijd van. De, dat zijn heel veel de grote steden marathons. Super gaaf om te doen natuurlijk. Ik heb zelf ook wel eens New York gelopen. En daar heb je een hele grote marathonmarkt. Ja, zo'n expo. Ja. En daar loopt dan echt iedereen... Nou ja, daar lopen heel veel mensen die de dag erna dan die mar marathon gaan lopen. Die lopen de hele dag op die expo te struinen. En, te en te, uh, langs die kraampjes te wandelen. Oftewel, die hebben een partij houten poten daarna. <laughs> Als je daar naartoe gaat, omdat je je nummer waarschijnlijk daar nog moet ophalen en zo, ga daar even naartoe. Blijf er een half uurtje of zo even rond en ga dan weg en ga ja. naar huis of naar het hotel toe. En blijf daar niet uren hangen, want daar worden je benen echt niet beter van. Nee, hè? dat vind ik nog wel nee. een goede praktische tip. En dat is natuurlijk een beetje strijdig met maximaal genieten, maar ja. ja. Uh, doe dat dan, ja, de dag daarna is die expo weg. Maar ja. Ja. ja, dat klopt. Dat is lastig, hè? Nou ja, maar ja, dat, als het voor je. Kijk, als het. Als het voor de, de, het genieten doet, ja, dan kun je dat prima. Dan kun je dat ook allemaal meenemen. En um, dan is het prima om daar alles, alles uh, op te snuiven. En dan is een tien minuten, kwartiertje, half uurtje langer lopen, is ook nog meer genieten van die marathon. Als het je om de prestatie echt gaat, dat je daar echt gewoon goed wilt lopen, ja, dan zou ik dat toch heel erg beperken. Ja. Nou, nu we het over hebben, ik was benieuwd, ja, ik gaf mijn doel. Ja. Oh ja, we hebben het nog niet eens over onze doelen mm. gehad. Kijk, mijn doel was dus vrij uh, laag, uh, of tenminste anders denk ingeschat, ik. denk ik, dan jullie doel, of jouw doel. Dus dan ik, kijk, mijn doel, jij vroeg nog volgens mij eerder deze week, en wil je je tijd van vorig jaar verbeteren? Ja, dat was het niet. En toen reageerde toen ik, nee, zo meteen in. Ja, ik zei: nee, maar het wordt warm. En uh, nee, oh. mijn ander parcours, noem maar op. Excuse. Nee, mijn kijk, vorig jaar is, heb ik toch nog even een, een klap van de molen gehad. Ook al was het fantastisch dat ik op het eind me echt kramp kreeg. Nou, mm. daar ben ik echt van geschrokken. Dat ik even moest stoppen, zelfs. En dat uh, Remco Boy heeft mij eigenlijk gered. Want die stond iets verder op mij toe te jagen. Ik ja, nou kan ik het niet maken om te gaan wandelen. Dan ben ik gewoon weer gaan lopen tot de finish. Ah, maar Renk, Remco uit Rennes stond dit jaar ook alweer klaar, hè? Wat moet die zaterdag nou? Ja, doen, hè? ja. nee, precies. Dus ik heb bij mij gewoon weer een, 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 een fijne uh, ja, een triathlon doen. Uh, waar heb jij nog je... niet gereest dit jaar? Heb je nee. nog geen triathlon nee, gedaan? Nee, dat was mijn, uh, dus vandaar dat ah. mijn. Uh, gewoon lekker zonder kramp. En ja, dan hoop je eigenlijk bij het hardlopen, dacht ik. Zoiets van een negative split lijkt me wel ook wel. rustige <laughs> eerste ronde, tweede. Nou, dat was mijn doel. En wat dan? Dan? En dan heb je natuurlijk wel in je hoofd een beetje waar je op uitkomt. Ja. Maar wat was jouw doel, uh, Gerrit dan? Dat is allemaal hypothetisch. Met, met al die trainingen Ja, natuurlijk. met al die trainingen. Ja, ja, nou, dat ja, dus. Hè. Dus uh, uh, ja. kijken kijk of ik een beetje fit uit de zomer ben gekomen. Uh, wel ja. ook vooral genieten, want het is natuurlijk gewoon een prachtige uh, omgeving. Ja. Maar wel, wel harder, harder dan hoe ik daar twee keer eerder heb gepresenteerd. <laughs> ja. ik, bedoel, ik zit ja, nu ja, toch ja. Uh, acht uh, maanden onder training van ene ja. Guido Vroemen. Ik denk, die vruchten ja. wil ik toch wel even plukken. Ja, maar je hebt niet specifiek heel veel mountainbike getraind, denk ik. Nee, van de week kwam die voor het eerst in het ja. schema. Ga nog even ja, de heuvels opknallen. Even, ja, leer, leer ze hem armerongen even rijden voor het gevoel. Dan ja. heb je dat ook ja, ja, al je. Ja, dat was al voldoende. En zwemmen heb ik ook niet zo ja, veel Ja, want toch even, Guido, voor, voor de capaciteit. Er was natuurlijk, ik kwam van vier weken vakantie, kon ik alleen maar lopen. Dus we hebben de afgelopen twee weken vooral op de weg fietskilometers gemaakt. Hè? Ja, 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 ja. Daar even opbouwen en dan van de week nog even. En dat was wel fijn, hoor. Want ik ben vier keer bijna met mijn voorwiel weggeschoven. Dat ik dacht, oh ja. Oh ja, zelf moest <laughs> ja, het. Ja, ook... maar Leersum-Amerong is toch iets lastiger... dan het parcours in Renken. Ja, dus... dat klopt. Het is technischer. Maar ja. is het ook dat ja. coach Vroemer weinig kan met jou op de mountainbike... omdat je geen vermogensmeter daarop hebt? <laughs> ja, vraag het aan de coach zelf. <laughs> coach Guido? Nou, ik weet hoe Leersum-Amerong er is. Dus ik heb het een beetje zo... Ik weet dat het daar af en toe wel een beetje op en af gaat. Dus, en dat gaat best wel vaak. Dus dan kun je ook gewoon de intensiteiten dan een beetje... Uh, daardoor uh, verdelen alleen ik kan niet zien hoeveel intensiteit hij dan die berg op knalt. Nee. Ja, dus achteraf denk ik ja, dan kan ik niet zien of hij of daar nou in verbeterd is of niet maar ik zie wel of hij hard gaat of niet hard ja. gaat ga, ga je die nog aanraden voor me? nou luister, op de ik heb markt. het hartstikke geprobeerd maar ja, ik krijg hoor. gewoon mijn trappers niet los dus uh, ja. anders had ik ze erop gezet. En ik heb het nog een keer geprobeerd. <laughs> lukt me echt niet. Ik dacht, nou, laat me zitten dan, maar op hartslag. Ja, uh, daar hebben we die cursus-fiets-fietsmaker uh, <laughs> ja, ja. weer voor. Maar nodig. vast is vast. Toch heel nuttig. En, ja. uh, nee, maar ik kan wel zeggen over die training. Daar hebben we wel lichte zorgen over, maar in die zin prima. Nou ja, nee, jammer dat die wedstrijd uit. Maar uh, was opvallend. Ik vloog het eerste uur best wel in. En ja. toen, uh, ik kon, het, het, het wilde niet meer. Hm. Maar ik slaap slecht deze week. Muggen, warmte, ellende. Ah, ja. Kijk. Ja, maar, uh, nou, en goed, dat, dan even toch in favor of uh, niet de vermogensmeten. Wij hebben dus die training gaf. Ja, aan de hartslag zie je het ook al, hè? Ja. Als ik mijn hartslag niet omhoog weet te pompen, dan ben ik niet zo intensief bezig waarschijnlijk. Ja, of je bent gewoon heel moe. Ja, precies. En Guido, uh, jouw doel zou zijn geweest? Ja, snelste fietstijd. Ja, snap ik. Van de dag, hè? Van iedereen. <laughs> ja. 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 ja, mooi. <laughs> Maar, ja, precies, uh, want het is. leuke was, jij, jij ging met een team en toen dacht ik: Ken jij je teamgenoten überhaupt? Heb je de wissel, nee, nee. Heb je de wissel met ze geoefend? Nee. Nee, dat is gewoon het bandje overgeven, hè? dat is ja. niet zo moeilijk. Henk uh, ging voor ons zwemmen, ja. Corne uh, de Vel ging voor ons lopen, ja. vriend van de show, superleuk. Ja, ja wat ja. gaan we daar nou mee doen? Gaan we nou iets anders doen? Sjaki zei al: Waar uh, moet ik me melden zaterdag? Ik ja. twijfel, hè? Veenendaal misschien. Ja, zou kunnen, maar het is wel echt wat anders. Ja. Klopt, dus totaal. Uh, ja, ja. Nou, we gaan. Nou, dan ze dan... hebben tot nu toe nog geen alle gedaagd. Gelukkig. Nee, ja. hey, vorig jaar wel. Ja, um, nu... Hebben we alle do's en don'ts wel geraakt? Dus even een resume. We hebben het gehad over de nacht van tevoren slapen. Moi, altijd lastig. Het gaat om die twee, drie nachten ervoor. Over die twee, drie dagen ervoor gesproken, minder vezels eten. Help je, minder gewicht om mee te slepen. Op de dag zelf, vooral focus op visualiseren, scenario denken. Spullen klaarleggen. Ja. Uh, materiaal checken. Ja. Ja. Geen alcohol drinken. Nou, die is ook wel duidelijk. Ja, en uh, geen nieuwe schoenen, zoals uh, oh, ja. Ab die uh, laatste uh, over. Geen experimenten, ja. stick to the plan. Ja. 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 En als dan toch de twijfel keihard toeslaat, ja. denk dan gewoon eraan dat je heel hard hebt gewerkt in de afgelopen tijd. Je bent er klaar voor. Er is geen, geen reden om te gaan twijfelen. Ja. Ja, nee, dat... Uh... Ja. Ja, vind ik toch nog één ding, vind ik wel, want nu hebben we te maken met acute tegenslag van het is afgelast, ja, hier kunnen wij niks aan doen. Maar, het, voor hetzelfde geval, de laatste week stel, je loopt een blessure op. Of, nou, corona ziek. kan tegenwoordig, hè. Uh, of gewoon ziek, hè. Daan Holen, volgens mij, hè, van, van ja. Trek, zijn eerste grote ronde. Nou, hartstikke leuk. En, uh, In de Vuelta heb je hem over, ja. De ja, ja, dat kan gebeuren. Ja, daar, hoe ga je daarmee om? Natuurlijk als sporter. Ja, daar komt het woordje weer. Veerkracht. Ja. En de, weet je, dat is ook niet de eerste keer dat je dat tegenkomt. En de laatste keer. En sommige uh, sporters die ik begeleid, daar denk ik van... Jeetje, hoeveel tegenslag moet hij moet nog krijgen? Hè? En hoeveel veerkracht, om daar weer bovenop te komen, moet hij nog tonen? En nou, toch is het altijd weer na een enorme teleurstelling, doordat je eh, geblesseerd raakt, eh, ziek wordt, waardoor een wedstrijd niet eh, door kan gaan, toch weer terugkomen na een paar dagen en dan komt dat vuurtje begint dan toch weer te branden. Die intrinsieke motivatie bij veel sporters is echt zo groot en dat ze dan ook weer het plezier daarin krijgen, dat is echt tekenend voor... Eh, de, de, de tops, of nou ja, eigenlijk de sporters die heel veel waarde hechten aan hun sport. En daar dus heel, heel blij van worden. Ja. Nou, ik merk, ik ben ook niet ja, teleurgesteld. Hè. Ik vind het jammer. Nee, maar ja, ik kijk teleurgesteld. Nee, nee en, heb ik niet, want voor mij gaat de weg naartoe Vond ik veel leuker. Ja, nee, ik had ja, ja, doel. Je hebt meer getraind dan ooit. dat ja, vond ik heel ik, leuk om te zien. Voor mijn doen was ik hartstikke fit. Hè. Ik bedoel, het is, nou. Ja, en ja, nou, ja, jammer dat, dat je. dit dan niet. Uh, nou, ja. ik, ik, ik dat heb neemt je niemand af, hè? Die vindt hij. De trainingen dus... nee, pak ze niet meer af. Maar... Ziet er goed uit, hè? <laughs> ja. Mijn, ja, lekker. Brengen. Ja, he, he, absoluut. <laughs> Zeker. Nou. nou, ik vond, ik vond in, specifiek in deze aflasting vond ik dubbel. Want ik merkte, ik was mentaal al lang aan het anticiperen. op dat dit ding niet door zou gaan. Want vorige ja, ja. week kreeg ik het bericht: laagste stand ooit in de ja. Rijn. Overal droger dan ooit, lage kaas. Dus ik denk, zal je net zien, gaat niet door. Dus daar was ik al op voorhand sorteren. Maar toen. Kregen we dinsdag. Ja. expliciete de mail en uh, social media berichten uit Renkum. Nou, we horen dat er zorgen zijn of het niet doorgaat. Ja. Niks ja. aan de hand. Gaat ja. hartstikke door. En nogmaals, dit is niet naar de organisatie nee. van SZC, want die hebben waarschijnlijk dezelfde teleurstelling. Ja. Want blauw al vaststellen, ja, dat doen ze gisteren. Dus dat vond ik een soort extra knak. Ik ben wel blij dat er nu volgende week Keistad in Amersfoort achter staat. En ik ben blij dat die OD-triathlons voor ja. mij. Los van dat ik triathlon heel leuk vind. Ik heb nu ook mijn grotere doel, de Marathon van Amsterdam op 16 oktober. Dus ik denk ja, weet je, het draagt ja, allemaal bij aan de fitheid na. Nieuwe doelen heb Als je gewoon Als dit mee, echt ja. mijn grote event van het seizoen zou zijn ja. geweest, ja. zou ik er echt heel ziek van zijn. Ja. Ja, dat mag ook. Ja. nou ja, maar dat weet je, dat mag dan ook. En je weet, de, maar de weg ernaartoe. Precies, dat is dan ook moet zo. Je, is natuurlijk, ja, daar moet je eigenlijk ook van genieten. En ah, um, het, doel alleen, het reisdoel alleen is dan niet heilig. Nee. Dus ik denk toch, een backup hebben is altijd goed. Ja, nee. <laughs> een backup-wedstrijd. Ja. Dat ja. je dus niet die focus. Tuurlijk, af en toe moet je focus misschien. Nou, ja, precies. In, maar ja. Het maar, heeft ik denk eerder risico's. wat je wilt. Dat, dat er, want dit, dit heb jij meer ervaring mee dan wij, uh, Guido. Maar dat hoor je wel mensen bijvoorbeeld die een hele triathlon gaan doen. Dat ja. is natuurlijk zo'n groot ja. doel. Er is ja. niks daarachter. Nee. En dan krijg je natuurlijk het zwarte gat en zo, hè? Ja, het zwarte gat. Weet je, je moet. Um, zeker als je, als je. Focus. Kijk, ik wil, je hebt mensen die dan een jaar trainen. om een hele triathlon te gaan doen. En dan niet zozeer omdat ze dan ergens willen winnen. Nee, gewoon, ze willen die. om het te volbrengen. goed finishen. Ja. En als dat op het laatste moment. stel dat dat met dit soort een, een reden, nou ja, niet zozeer blauw af, maar iets anders. Uh, Waardoor het niet zou doorgaan, dan is dat natuurlijk echt een hele, hele, hele grote tegenvaller. Ja. En dan is het wel goed dat je eigenlijk tijdens die periode waarin je al aan het trainen bent en je hebt die wedstrijd, dat doel staan, dat je daar ook over nadenkt: Want wat als die wedstrijd niet door kan gaan? Wat doe ik dan? Ga ik dan kijken naar een week, een maand later? Want er zijn natuurlijk nog ZAT-wedstrijden. Dus. Het is niet het einde, want ja, je hebt nog meer mogelijkheden ja. om die wedstrijden te doen. Ja. Het kan ook een blessure zijn waardoor je die wedstrijd op dat moment niet kan. En dan zul je je, je plan nou ja, anders moeten gaan inrichten. En even een stapje terug moeten doen. Waarna je het eigenlijk daarna het weer op kunt pakken en door kunt. En dan zijn we eigenlijk rond, want dan zijn we terug bij dat scenario-denken waar ja. jij uh, mee begon, Jurgen. Ja. En dus ook het, het doel zelf in een scenario zetten. Ja. Er, zijn, ja. er zijn meerdere ja. opties. Ja. Ja. Mooi. Nou ja, wij gaan ons nog eens even beraden vandaag wat we nou uh, morgen gaan doen. Ik denk maar gewoon uh, een harde koppeltraining of zo. Hè? Lekker brikken of zo. Uh, mountainbiken en hardlopen of gewoon op de tijdrit fiets met nieuwe bandjes. Um, <laughs> Guido, nog ja, een laatste uitsmijter of tip toe te voegen aan dit thema. Wat doe je juist wel of juist niet op de dag voor de wedstrijd? Um, nou ja, in ieder geval uh, blijf bewegen. Uh, ook morgen, ook al gaat het niet door. Um, met veel plezier uh, gewoon altijd uh, op je fiets hardlopen of gaan zwemmen. Dat is eigenlijk uh, uh, waar je uh, uh, nou ja, mee bezig moet blijven. Daar zit de lol. Ja, ja. precies. Mooi. Jurgen, jij al een idee wat je gaat doen uh, morgen? Misschien toch een mailtje naar Veenendaal even sturen. Toch hè? Ja. ja, ik wil ook. Ik heb wel zin om maar te racen. Maar dan gewoon. doe ik een achtste gewoon. lekker. Echt? Uh, ja. Ach jongen, Knieën. dat is goed. Ja, maar je moet in Amersfoort doe je ook al de achtste, hè? Ja. Goed, nou, uh, we gaan afsluiten. We hebben inderdaad nog een aantal leuke evenementen voor de boeg. En zoals je van ons gewend bent, ga ik op het einde van de aflevering natuurlijk even vertellen hoe je met ons kan interacteren. Je hoorde in deze aflevering al heel veel mensen voorbij komen die dat doen. Bijvoorbeeld op social media zijn we de slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Daar, kun je, uh, daar vind je van iedere aflevering een post. Die kun je retweeten, daar kun je hartjes aan geven, daar kun je op reageren. En uh, af en toe, en hopelijk steeds vaker als ik de tijd vind, doe ik het zo van dit soort uh, interactie polletjes En dan uh, maak je dus ook kans dat jouw naam voorbij komt in de aflevering. Dus uh, als je het nog niet doet, druk gelijk even op volgen op Twitter en Instagram. At Je kan ook naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Die kan je door WhatsApp rondsturen. En daar kan je op die pagina ook reageren. Of je kan naar ons mailen via slimmerpodcast.nl En dan wil ik toch dit moment even pakken om stil te staan bij wel een heel mooi stukje fanmail. Wat wij afgelopen zomer in die podcast aantroffen. Van Jeroen Vos. Met als onderwerp de Slimmer presteren Podcast. Quote uitgespeeld. Goedenavond heren. 28 september 2021 had ik een gesprek met vriend van de show. Corné. Is dat ja. die Corné van ons team in Renkum? Ja. ja, dat is die Corné. Over schoenen. En hij stuurde mij jullie aflevering door over dit onderwerp. Vanaf toen ben ik elke week de nieuwe afleveringen gaan luisteren... en tussendoor de ouderen eruit gepikt... waarvan de onderwerpen mij aanspraken. Toen ik daar doorheen was... ben ik alles wat ik miste chronologisch gaan luisteren. Wat hierbij opval opviel was... dat ook onderwerpen waarvan ik dacht... dat het een ver-van-mijn-bed-show zou zijn... Of ik toch alles al van dacht te weten, tussen haakjes soms wat eigenwijs, schrijft Jeroen. Achteraf ook zeer interessant bleken te zijn. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de doping specials, tussen haakjes ver van mijn bed en niet alles weten. Ik zou, en beste luisteraar, deze is voor jou. Ik zou medeluisteraars met hetzelfde gevoel dus zeker aanraden toch te luisteren, omdat je altijd weer wat opsteekt. We gaan er even door, hè? het is echt een hele mooie mail. Dankjewel Jeroen. De kracht van jullie podcast is mijn inziens dat de onderwerpen en dilemma's allemaal zeer herkenbaar zijn. Het op een leuke, toegankelijke en enthousiaste manier gebracht wordt, maar toch met een gedegen wetenschappelijke onderbouwing. Hm. Vandaag misschien wat minder, maar het was wel weer wat leuker. Daarnaast zijn de tips laagdrempelig, veel tips in deze aflevering, moet ik toegeven, en direct toepasbaar voor gasten als ik, die naast een drukke baan toch lekker fanatiek trainen, steeds op zoek naar verbetering. En oh ja, volgend jaar gaat mede door jullie enthousiasme mijn eerste triathlon plaatsvinden. Helaas past dit vanwege mijn gebroken duim in het voorjaar, andere doelen in het najaar, dit er in 2022 niet meer in. Hopelijk houden jullie het nog heel veel halve marathons vol. Goed, Jeroen Vos. Nou, Super, super toch? Ja. Jouw knop, ja Sander, alert. Moment gemist. <laughs> Doei. Ah. Nou, Sander, ja. wakker blijven hè. Daar is hij. Hé, hey, dankjewel Jeroen. Vind je het ook leuk om ons berichtje te sturen? Uh, mail naar post Ik zag uh, alweer wat mooie berichten binnenkomen. Uh, we lezen ze altijd, zeggen we dan. Soms duurt het even voordat we ze beantwoorden. Maar uh, uh, we vinden het superleuk. Daarmee komen we aan het eind. Uh, ja. Gaan we lekker de warmte in? Gaan we ons beraden op een leuk weekend en uh, voorbereiden op de volgende race? Volgende week alweer. Keistad Triathlon in Amersfoort. Mocht Als je meedoen. Als die doorgaat. Ja. <laughs> Als ja. die doorgaat. Ja. Ja. Ja, ja, dan laten we daar ja. maar vanuit gaan. Ja. Guido, tot volgende week. Tot volgende week. Ja, Jurgen, tot volgende keer. week. Ja, tot volgende Hoi. week. Hoi. 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 Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning... van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed... Op de inhoud van onze podcast.